Het geweld tegen vrouwen neemt toe. Indien we er niet tegen strijden, zijn we Nadia vergeten. Woorden van Lydia Raveles, de zus van de gisteren begraven Srana Uma, Nadia Raveles. De uitvaartdienst is gehouden in de aula van Marius Rust. President Desiree Bouterse en echtgenoten waren ook aanwezig om een laatste vaarwel te brengen aan deze Jaja Uma. Volgens zus Lydia zijn we Nadia inderdaad vergeten als we gestopt zijn om te vechten tegen seksueel misbruik van kinderen. Ook zijn we haar vergeten als we niet meer praten over het geweld dat vrouwen wordt aangedaan. Raveles onderkent dat vrouwen niet altijd even makkelijk zijn om mee om te gaan. Maar het geweld tegen vrouwen neemt toe. Wanneer we dat niet meer aanvechten, dan zijn we Nadia vergeten. Wanneer we onze kinderen niet meer durven aan te spreken, wanneer we niet meer met elkaar praten, die doofpot hebben ze jaren geleden opengetrokken. Laat het open blijven. Vecht tegen dat geweld. En wanneer we stoppen daarmee, dan zijn we Nadia vergeten. Maar we zullen haar blijven bedenken. Op uw boek loopt ze door mijn turn. Ja, ja. Dat wil je weet je wat? Kom met me ontdekken. En toen ik er weer vroeg, wat ga je doen, zei ze, je hebt toch gezegd dat je ontbijt voor me hebt. Toen hebben we Angela, die net in Suriname was, met Ria uitgenodigd, Ronnie. En we hebben ontbijt voor haar gemaakt. Ze wandelt na het ontbijt en ze zegt aan Angela, wat kan een mens nog meer verlangen? De uitvaartdienst is geleid door dominee Lucia Breeveld. Zij hield de aanwezigen voor dat ze met z'n allen een nieuwe kans krijgen bij de confrontatie met het ontzielde lichaam van zuster Nadia Emma Raveles. Persoonlijk aan te nemen als Heer en Verlosser in ons leven. En weet u, we hebben geen andere tijd dan nu zoals we hier zitten. Niemand weet van straks, niemand weet van morgen. Alle andere tijd is van God. En als we verder moeten gaan, dan is het Gods genade en zijn goedheid om ons nieuwe kansen te blijven geven. Dominee Lucia Breeveld. Zij is gisteren voorgegaan bij de uitvaartdienst van Nadia Raveles. Deze Jaja Srana Uma is door verschillende personen en organisaties bestempeld als een vrouw die opkwam voor kansarme kinderen en vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld. Nadia is ook genoemd een cultuuricoon die zich heeft ingezet voor de ontwikkeling van de cultuursector in Suriname. Ze is 68 jaar geworden.